Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ben Finder Creator en we gaan het dit keer hebben, zoals het in de titel al te zien is, die opmerking die velen van ons naar hun hoofd krijgen geslingerd: je bent verkaast. Maar eerlijk mensen, wat betekent nou je bent verkaast? Is het dat we zijn gaan lijken of ons gedragen als die Hollanders? Die autochtone Nederlanders. Want je kan me niet vertellen dat ik letterlijk op een stuk kaas lijk. Want kennelijk bedoel je iets anders. Ik ben verkaasd. Ik ben verkaasd. Ik kreeg die opmerking nog laatst naar mijn hoofd geslingerd. Toen dacht ik... Wauw. Wauw. Maar wat bedoel je nou precies wanneer je dat zegt? Kijk, mensen die dit soort opmerkingen roepen... Die komen uit een bepaalde invalshoek. Want kennelijk zien ze een bepaalde gelijkenis... In mij... En autochtone Hollanders om te zeggen... Ik lijk op hun of ik gedraag me als hun. Maar focus even. Woon ik niet al 28 jaar hier in Nederland? En beboei ik niet 28 jaar al met Nederlandse zaken? Ben ik niet opgegroeid 28 jaar en langer in een land waarvan ik zeg: dit is mijn thuis? Het is meer dan logisch dat wanneer je uit een ander land komt, want ik ben een allochtoon, zo wil je het noemen, want in mijn paspoort staat Suriname. Dus wanneer je vanuit een ander land komt en je komt te leven hier in Nederland, in dit geval kom ik uit Suriname. Het is meer dan logisch wanneer je naar school gaat, gevormd wordt door deze maatschappij, het onder Nederlands onderwijs krijgt, vervolgens je ontwikkelt als jongvolwassene als volwassenen, je, je, je bent omringd met mensen die precies hetzelfde meekrijgen. Dat je een klein beetje gaat lijken inderdaad op de Hollander. De Nederlander zoals ik dat ben. Dus mensen die me komen vertellen ik ben verkaasd. Vertellen eigenlijk in vergelijking tot, tot jouzelf. Waar jij staat in het leven en jouw ontwikkeling. Die je weer spiegelt op mij. Want je komt mij vertellen ik ben verkaasd. Heb jij kennelijk die achterstand? Maar waarom zeg je zoiets? Waarom zeg je dat, zeg, zeg je dat om te beledigen? Wat is, wat is eigenlijk je punt? Want je maakt onnodig. creëer je een afstand tussen jou en mij. Want wanneer ik kennelijk met je in gesprek ben. dan, 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 dan kan, ik me, kan ik me niet anders dan voorstellen. dat misschien omdat ik ABN spreek. en jij qua vocabulaire niet. Misschien daar bent of op een bepaald niveau spreekt. Wil niet zeggen dat ik verkaasd ben. Nee. Nee, 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 nee. Kijk, uit mensen hun, uit onzekerheid. Daar komen dit soort dingen uit voor. Je weet precies waar ik over praat. Want jij hebt het ook naar je hoofd geslingerd gekregen. Het komt zelfs vanuit witte mensen. Want witte mensen zeggen. Oh. Maar hun noemen het iets anders hè. Je bent goed geïntegreerd. Of wanneer je aan de telefoon spreekt en ze zien je live, dan zijn ze gechoqueerd van, Tang! Ik had niet een donker persoon. Wat verwacht je? Ik leef in dit land. Ik ga op diezelfde flow mee. Ik heb het intellect om op diezelfde flow mee te gaan. En ik kan niet klinken, nu ga ik heel erg stereotyperend zijn. Ik kan niet klinken als die nuffel van, van drie hoog achter. Die nog steeds klinkt dat hij net net uit Suriname komt. Terwijl hij zijn hele leven al hier woont. Stop de onzin! Stop de onzin! Net, net klink je alsof je uit Suriname komt. Precies hoe ik het in het noorden heb gewoond. En vervolgens plat kon praten als een gek. Als je mijn stem hoorde. Hollands, wat? Misschien is daar een klein beetje van blijven hangen. Maar die onzekerheid die zit bij mensen. Mensen worden in situaties gebracht. dat ze zich gekleineerd voelen door, door zichzelf. door hun eigen gedachten. En vervolgens proberen ze zich proberen af te zetten tegen jou en mij. en dingen roepen. Vaak kwetsende dingen. met het doel. om jou naar beneden te halen. Ja, je bent verkaasd. Ja, maar wat bedoel je nou? Ja, ik leef. in dat Hollands systeem. Ik ben een Hollander. En het stukje over taal. en vaak voelen mensen zich daar. geïntimideerd. Laat me het volgende zeggen. Wanneer je op basis van mijn skills. wat uit mijn bek komt rollen. met alle respect. We komen vertellen, ik ben verkaast. Denk goed hierover na. Wanneer je moeite doet om goed en netjes Nederlands te spreken. Hoe moeilijk het voor mij ook is. En te schrijven. Want ik heb een soort van rare dyslexie. Ik spreek de taal die hier in Nederland wordt gesproken. Diezelfde taal. Wordt in Suriname en is in een wetboek, in een wet, wet is het vastgelegd dat dat de nationale taal is: Nederlands. Die moeite doe ik om het zo goed mogelijk te spreken. Maar laten we een klein stukje verder gaan. Mijn voorouders zijn weggehaald van hun huis, zijn weggebracht, zijn in Suriname beland. en hebben onder verschrikkelijke omstandigheden die Nederlandse taal hun eigen moeten maken. Waarom communicatie is heel belangrijk? Wil je jezelf kunnen wapenen tegen je vijanden? Weet je hoeveel moeite onze voorouders hebben gedaan om de Nederlandse taal hun eigen te maken? Dan kom je me vandaag de dag vertellen, omdat ik ABN spreek, dat ik van kaas ben? Nee, ik geef eer en glorie aan mijn voorouders die moeite hebben gedaan om die taal zich eigen te maken. Om ze te snappen dat toekomstige generaties. niet de achterstand kunnen hebben in betrekking tot het kunnen verstaan van die mensen, de vijand. En de vijand zegt een klein beetje hard. Je moet het plaatsen in die context van toen. Maar nog steeds is communicatie en communicatieskills elkaar goed kunnen verstaan. Het fundament om uit issues te komen, om geweldige dingen te realiseren, de basis. Dus kom me niet vertellen ik ben verkaasd omdat ik ABN spreek. Nee, ik geef eer en glorie aan mijn voorouders. Want hoe lobbying. En heel veel mensen, jongere mensen ook. Van, oh, oh hij klinkt zo deftig. Nee. Nee, nee. Denk Katori. Is mijn voorouders en die moeite die ze hebben gedaan. Dat zet ik voort. Het zou schandalig zijn als ik, nog, als ik zou klinken. Als iemand vers uit Mungo. Terwijl ik niet daar ben. Met alle respect naar accent. Maar je loopt ton. Ik hou van taal. Daar gaat het niet om. Want hoe we een Amsterdams accent hebben of een Rotterdamse accent. Dat, dat is iemand zo. Maar ik hoor... Maar... maar ik ga niet te lang doorpraten, jullie hebben mijn boodschap gehoord. En voor de, vooral die mensen die te maken krijgen met dit soort dingen, het is onzekerheid. En laat die onzekerheid van andere mensen niet jou dwars zitten. Ik ben Finder Creator, ik maak content voor YouTube. Ik ga jullie vragen om te, te liken en te abonneren op mijn pagina. Op die manier blijf je altijd up to date. En ik zie je eigenlijk bij de cel op de volgende topic. Dit was een topic geluk en persoonlijke ontwikkeling. Op mijn YouTube kanaal heb ik veel andere video's over finance, over health enzovoort. Ik zou zeggen blijf kijken, ga gewoon kijken. Maar dit was even een snelle jelle. Abon. Later. Odi odi.